vandaag op het jaarlijkse paardenmarkt in Heenvliet. En zoals u ziet staat het plein al gezellig vol met de paardenhandel. We staan dus vandaag op de jaarlijkse paardenmarkt. Hoe vindt u het om vandaag hier weer te zijn? Ja, geweldig. Het is een enorme traditie. De 358ste keer. Dus hoe mooi is dat? Behalve de oorlog en de coronajaren hebben we altijd paardenmarkt gehad. En dan vroeger natuurlijk ook een jaarmarkt. En daar werden spullen aangeboden die mensen nodig hadden. Ja, dus nu natuurlijk gewoon pure luxe. Zo luxe hebben we het allemaal. Ja, en paarden waren natuurlijk vroeger ons transportmiddel en daar werd het land ook mee geploegd en dat soort dingen. Nou, het dorp Heenvliet heeft een rijke traditie wat dat betreft. Ja. Nou, wat fantastisch. Ja. En nou valt het mij op dat het wel iets minder is, geloof ik, als dat het normaal is. Wat vindt u hiervan? Dat het wat betreft de aanvoer van de paarden? Ja, paarden wordt steeds ieder jaar wat minder. En er worden premies betaald om de mensen te laten komen met paarden en dat soort dingen. Maar het wordt ieder jaar minder. En wij denken dat we op een gegeven moment een paardenmarkt hebben met heel weinig of geen paarden meer. Ik bedoel, het verandert. En de mening erover verandert ook. Dus daar houden we wel rekening mee. Dat we wel paardenactiviteiten hebben. Maar de paardenhandel en dat soort dingen, ja, dat gaat er gewoon op een gegeven moment een keer af. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. Desondanks fantastisch dat het hier nog steeds zo vol is. Ja, toch? Ik bedoel, een fantastisch weekend. En niet helemaal alleen qua organisatie, maar ook alweer natuurlijk. Het is natuurlijk fantastisch. Dus ik denk dat we 50.000, 60.000 man op bezoek krijgen in een dorpje waar 3200 mensen wonen. Dat is natuurlijk uniek. Ik bedoel, en dat wordt opgebouwd door een aantal zeer willige vrijwilligers. En dat gaat ieder jaar gewoon heel erg goed. En de bedrijven die hier zitten, die werken ook allemaal belangeloos mee. Dus ja, hoe mooi is dat? Ik bedoel, een enorme saamhorigheid in het dorp. En daar doen we het allemaal voor eigenlijk. En we zien alleen maar vrolijke en gezichten en mensen die het helemaal naar de zin hebben. Dus ja, daar doe ik het voor. Wat vinden jullie ervan om bij dit gezellige evenement erbij te zijn? Nou, dat is toch heerlijk. Ja, super gezellig, ook mensen op de been. Elk jaar. Lekker biertje, lekker wijntje. Ja, elk jaar. Allemaal vrolijke gezichten. Nou, leuk. Ja, het is voor mijn deur, dus ik vind het leuk. Vergeleken bij vroeger vind ik het relaxter lopen. Vroeger, ze hebben de kraampjes verspreid over het hele dorp. En daardoor lopen de mensen meer verspreid en lopen niet voetje aan voetje achter elkaar. Dus daardoor krijg je ook een veel relaxere sfeer. Nou, ik kom net binnen, maar het is lekker druk. Mooi weer. En een hoop mensen om je heen, genoeg te zien. Dus een mooie dag wordt dat vandaag. De Amazing Stroopwafels, wat fantastisch dat jullie hier zijn. Wat vindt u ervan? Hartstikke leuk dat we hier kunnen komen. Dus we zijn er heel happy mee. De vorig jaar kon niemand, hadden we een ander optreden, maar nu waren ze er op tijd bij. Fijn. Ik ga jullie heel veel plezier wensen. Dankjewel en een fijne uitzending verder nog. En ik hoop dat er weer een stralende dag wordt. Nou, dat zal vast wel. Dus. Als ik zie vanuit de verte, daar gevlucht de maasstad nam. Ik ben die wolken krabbers, aan de reeks van Rotterdam. De Afrikaner heeft rijden zo zelden, zoals ik rood in ruk, zoals ik wel een rug lag. Rok voort, maar denk ik weer eens te nemen, gezeten. Frankrijk! Ik had een minder, ik had een automaat, ik ging naar de Antillen.